Hey, leuk dat je weer een keertje kijkt naar een nieuwe video. Ik ben een hele tijd afwezig geweest en dat heeft verschillende redenen gehad. Waaronder een verhuizing, dus ik heb ook nog geen tijd gehad om dit pakketje te openen van Cloud9 Crafts. Deze heb ik namelijk al heel lang in huis, maar nou, ik had hem dus nog niet geopend. De kat wil ook eventjes op de film erbij. Dit is Bo. Ja, Bo, het is goed. Maar goed, we gaan over op het openen van een pakketje. En bij het pakketje zit altijd een klein kaartje, een persoonlijk kaartje van Yuki. Daar staat dit keer op: Hi Naomi, super bedankt voor je mooie bestelling. Heel veel plezier ermee, liefs Yuki. En hieronder staat, en leuk, toch de Just Stitching Stars. En dat komt omdat ik de vorige keer had ik bij mijn bestelling de Stitching Hearts besteld. Dat ze per ongeluk de Stitching Stars toegevoegd op de factuur. En dat had ik gezien. En toen heeft ze dat gelukkig toch nog aangepast. Ik ga Bo even weghalen. Kom. Ja, kom. Goed zo. Bij het pakketje zitten altijd heel veel extraatjes. En die ga ik je laten zien. En heel eerlijk gezegd, ik heb dit dus al zo lang... dit doosje zo lang liggen dat ik eigenlijk ook niet meer heel goed weet wat ik heb besteld. Dus ook voor mij is het een verrassing. Kijk mee. Alle linkjes van de webshop kun je hieronder terugvinden. Dus zie je wat leuks, dan staat het dus onder in de omschrijving met een linkje erbij. Allereerst zie ik dit toffe spookje. Nu is het al Halloween geweest. Maar dit is dus een superleuke spiraal. En deze ga ik bewaren voor volgend jaar voor in mijn klas. Dus deze ga ik ook niet helemaal uitvouwen. Maar een superleuke spiraal. En dit is dus zo'n extraatje. Er zit ook een ballon bij. En bij anderen heb ik gezien dat er nogal bij hoort. Dus die ga ik heel even apart leggen. Een leuk inpakstrikje. Er zit een plakstukje op. Kan je hem leuk op een cadeautje plakken. Dat is dus ook een extraatje. En ik zie nog veel meer extraatjes. Maar ik ga eerst eens even kijken naar wat ik besteld heb. Ik heb hier iets van een pen, denk ik. Oh, kijk, er zit ook weer confetti bij. Dat is ook iets van Yuki. Er zit eigenlijk altijd wel confetti bij je bestelling. En dat maakt het net even wat feestelijker om het uit te pakken. Eens even kijken. Oh, ja, dat is waar. Die was ik dus alweer vergeten. Soms is het wel eens dat ik een stempeltje heb ingekleurd met mijn Copic markers. En dan is het stempeltje niet helemaal gelukt. En met deze fineliner kan je dus het stempeltje bijwerken. Zonder dat hij daarna weer uitgroeit als je er met een Copic marker overheen gaat. Nou is dit natuurlijk niet super goed papier. Maar goed. Hier ben ik dus al heel blij mee. Het is trouwens ook voor mij al heel lang geleden dat ik überhaupt heb geknutseld. En dat komt dus onder andere door de verhuizing. Ik heb deze spullen ook nog niet gemist. En ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat ik er besteld is. En wat ik daarmee kan gaan maken. Want zondag is er een meisjejarig dat hier bij mij op de gang woont. En voor haar wil ik dus weer mijn eerste kaartje gaan maken. Maar goed, weer verder. Ik heb een witte inkpad besteld. Zodat ik mooi kan stempelen op zwart papier bijvoorbeeld. Of op gekleurd papier. Want ik heb, als het goed is, ook nog iets van een stencil. Maar daar komen we zo meteen achter. En de De-Stress Oxide Worn Lipstick. Hier zie ik ook nog De-Stress Oxides. De Vintage Photo en de Dried Marigold. Daar komt Bo weer aan. En de Pine Needles en Weathered Wood. Deze vind ik wel heel mooi eigenlijk allebei. Nou zal ik ze daarom ook besteld hebben. Maar goed. Dit is een extraatje. Dit is zo'n armbandje wat je kan knakken. En wat dan zo'n glow-in-the-dark effect geeft.
Super tof. Er zit ook een spin bij. Superleuk. Ik denk dat als ik die hiernaast neer ga leggen, dat bodem mee vandoor gaat. Een rietje. Altijd leuk. Ik heb er meerdere van Yuki. En ze vallen allemaal in de smaak. Ik gebruik ze allemaal. Dan een stukje glitterpapier. Ook dit is een extraatje. Nee, Bo, we gaan er niet mee spelen. Nee. Nee. Een Halloween servetje. Kijk, dat dacht ik al. Bo was dus al bezig met de spin. Nu gaat ze er vandoor met de ballon. Kom, Bo. Dus, een Halloween servetje. Ook weer een extraatje. Die ga ik ook bewaren voor volgend jaar. En dan een volgend pakketje. En ik geloof dat Bo de pakketjes wil hebben. Dus eentje die ik net heb gekozen. Daar maak ik even een potje van. Ja, ze gaat ermee spelen. En nou ben ik ondertussen heel benieuwd naar wat er in dit pakketje zit. Oh ja, ik weet het alweer. Deze hoort bij een ander iets wat ik besteld heb. Als het goed is, heb ik dat besteld. Dus daar kom ik zo wel op terug. Net zoals bij de ballon. Dit is denk ik iets van een snoepje. Ja, kijk, dat is een snoepje. Een Halloween snoepje. En ik ben benieuwd. Oh, kijk. Er zit ook een heel leuk extra kerstpapiertje bij. Dubbelzijdig. Superleuk. Deze ga ik zeker gebruiken. Dat is dus ook een extraatje. Er zit ook altijd een visitekaartje in van Yuki. Oh, hey. Oh, jawel. Klopt wel. Je kan het niet heel goed zien op film, maar er staan dus allemaal wolkjes op. Een visitekaartje. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Er zitten hier twee dingen in. Deze die-cut. Dit zijn de Snowflake Border die-cuts. Of nee, die-cut eigenlijk. Cutting die. En dit is van een nieuwe Lawn Fawn release. Ik vond deze super leuk. Oh, oh, oh. Kom. En daar zijn ze, de Stitching Stars. En die vond ik dus ook super leuk om te hebben. Even kijken. Dit is best wel dik. Ik weet dus gewoon echt niet meer wat ik besteld heb. En ik had het toen nodig. Vond ik. Ik vind altijd dat ik alles nodig heb. Ik had het toen nodig. En nou ja, vervolgens ben ik dus gaan verhuizen. En is er niet meer van gekomen. En deze horen dus bij elkaar. Dit is zo'n glitterpaste. Dat je een stencil hebt. Daar smeer je glitter op. En met de spateltjes kun je dat dan mooi en netjes uitvegen. Super blij mee. Die wil ik dus ook gaan gebruiken voor mijn kerstkaartjes. Oh, kijk. Deze zocht ik. Dit is een lampje. Nou weet ik even niet. En die kan je dus in de ballon doen. En heb je een super tof effect. Dat was het idee. Dit had ik dus al op de Facebookpagina voorbij zien komen. Bovenloop beroemd worden, denk ik. Dat had ik al op de Facebookpagina voorbij zien komen. Maar ja, ik had het dus nog niet geopend. Op de stoel. Zo. Ik had het nog niet geopend. Maar ik had er dus ook één. Dan heb ik ook nog... Ja! Hier ben ik dus ook heel blij mee. Maar ik ben eigenlijk altijd overal blij mee. Met wat ik bij Yuki bestel. Want anders hoef ik het ook niet te bestellen natuurlijk. We hebben een nieuw pop nodig. Ja. Kijk eens. Dit zijn snowflakes.
en stelletjes. En het leek me dus super leuk om die op een papiertje of op een kaartje te doen met de glitterpaste. Dus twee stencils. Dan heb ik nog meer. Ik weet echt niet meer wat ik besteld heb, jongens. Eigenlijk echt wel een beetje gênant. Oh ja. Ik heb dus al een alfabet setje met best wel flinke letters. Dus ik wilde ook nog een alfabet setje met kleinere letters. En ja, ik vond deze wel heel mooi. Gewoon simpel, maar toch heel leuk voor een happy birthday of Merry Christmas. Nog meer die-cuts dus. En ik denk dat dit het laatste is. En ook deze wilde ik graag gebruiken voor de kerst. Want dit zijn allemaal glitterpapiertjes. En volgens mij is dit zelfs ook de Christmas edition. Ja, kijk, de holiday edition. Met rood glitterpapier, lichtgroen, donkergroen, goud en zilver. En het leek me dus echt super leuk om deze daarvoor te gebruiken. Om dan deze eruit te die-cutten. Of bijvoorbeeld dit als een basis te... Nee, dat gaat niet werken. Even kijken. De letters ermee te die-cutten. Of deze te gebruiken daarin. Ik heb daar genoeg ideetjes voor. Hieronder ligt denk ik de factuur. Ja, die ga ik niet meer bekijken. Ik weet het nu toch niet meer. Maar dit was het dus. Er zitten heel veel superleuke extraatjes bij. Joekie, een beetje laat dit keer, maar toch nog super bedankt. Ik ben er weer heel blij mee. En er komt vast binnenkort veel een nieuwe bestelling aan. Maar voor nu ga ik eerst eventjes verder settelen in mijn appartementje. Jullie, super bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende video. Vergeet je niet te abonneren, want er komen binnenkort meer video's aan. Ik heb namelijk nog meer om op te nemen. En als je iets leuks hebt gezien, alles staat onder in de omschrijving met een linkje. Dit is trouwens geen samenwerking, dat doe ik helemaal uit mezelf. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!